En goedemorgen, het is weer zaterdag, dus het is weer tijd om te vloggen. Leuk dat je er weer bij bent. En het zonnetje schijnt. Oeh. Heerlijk weer. Nou, heerlijk weer. Het zal wel koud zijn, maar het ziet er in ieder geval wel lekker uit. In ieder geval geen grauwe regen of wolken of wat dan ook. Dus, medicijnen nemen. Dingen doen, daarna even aan het werk. Ja. En verder weet ik totaal niet wat er op de planning staat. We hebben ook eigenlijk helemaal geen planning vandaag. Nee, ja, Nia mag nog steeds niet voetballen natuurlijk. Ze gaat dadelijk wel even kijken bij het team. En vanmiddag gaat ze bij een neefje kijken. Maar zelf kan ze nog niet echt voluit knallen. Beetje jammer. Maar goed. We zijn er weer klaar voor. Truitje, rokje. Go. We zijn lekker onderweg. Maar we hebben hem scheef. Ik heb hem scheef. Ja, ik kan hem niet recht houden. Het is echt lekker weer, maar nou, lekker weer. Het is wel fris, 7,5 graden, maar het is te doen. Daar worden we vrolijk van. En als het lekker weer is, dan ben ik altijd weer in staat om te gaan rommelen in huis. Oh jee, schoonmaak, tik en zo. Dus. Hola. Dus, ja, misschien dadelijk even lekker in de tuin of zo. Dan ben ik dan heel enthousiast. Ja, ik zal wel heel enthousiast zijn. Maar goed, wat de fuck, jeek in mijn oor. Even verder tuffen. En we zijn weer thuis. En de zon schijnt nog steeds. Ik ga even eten maken voor Rasje. Rasje gaat vandaag heel wat lekkers maken. Boven cake. Doe schrik. We hadden geen zin om taart te maken. Dus, Ronnie is er net weg. De voesbuilen. Oh, het is echt lekker weer. En mijn ramen zien eruit. Oi, oi, oi. En nee, die ga ik niet zemen vandaag. Ik ga eigenlijk lekker even aan de wandel met de gast. Ik wil de berg op thuis zo. Dus, maar eerst even aan het werk. Wijziging van plannen. Ja. Zullen we van alles gaan doen? Oh, ja. Maar we hebben besloten, of als ik er was, gewoon lekker een luie wijvendag. Voilà. Thuis gaan houden. Toek je outfit aan. Ja. Ja, ik kan haar niet filmen, want ze staat in onderbroek, want ze gaat even douchen. Ik ga het even lekker schoonmaken beneden. En dan, ja, gewoon een vlek peuteren. Misschien dan vanmiddag even aan de wandel, want ik vind het best nog wel fris. Ik ga een kachel aanstaan, mijn gol. Dus, ja, dat ga ik doen. Even lekker poetsen. Ik krijg altijd zin. Poetsen met het weer. Ik zie gekloten. Hoi. En even nagels doen. Want ik had weer lakjes. Wacht, ik klap hem even dicht. Die heb ik gisteren gehaald. En die eergisteren, alleen die lagen er dezelfde dag alweer af. Top. Dus, maar goed. Ik ga dat dus even doen. Ja, lekker even alles aanpakken. Dat bedoel ik dus met topje outfit, trainingsbroek, vest, trui en Jan. Dan is het droog en dan kom ik met mijn natte haar naar buiten. En we zijn lekker aan de wandel. Hoe stom ben je? Met mijn lichaam, maar
Het is zo lekker weer. Daar wil ik gewoon even lekker van genieten. Dus we gaan even naar Toko lopen voor een stukje gember. Nou, het is niet zo ver weg hoor. Het is gewoon hier dichtbij. Ja, voor mij is het ver. Nou, voor mij niet. Hoe moeten we lopen dan? We moeten hierin en dan moeten we daarin. Oké. Okay. Zo. Hij wil niet uit. Maar hij wil niet uit. Hij wil niet uit. Hij wil niet uit. Hij wil niet uit. Ik ben serieus nog geen 2 minuten van mijn huis af en ik heb nu al spijt. Ik zeg dat ik net van huis af ben. Dat ik nu al spijt heb. Mijn benen gaan trekken, jongen, mijn spieren. Oei, oei, oei. Ik ga ook nog terug, hè? Fit. Ja, ik moet ook nog terug. What the fuck? Wil je doorgaan of stoppen? Ja, ik ga nou door. Daar is de toko. Dag. Ga ik wel ergens zitten op een muurtje of zo om bij te komen? Heb ik een tyfusleven, hè? Echt waar. Ja. Steek je tong uit? Nee. Dus, maar goed, we zijn er bijna, want daar is het ook al. Nee, we zijn er nog niet, hè? Daar. Daar. Ah, oh, ja, dan moet ik nog een brug over. En daarom zei ik van, we moeten even die andere kant op lopen. Ja, we lopen weer terug. En Ron kwam net thuis toevallig. En die was zo lief om te appen van, moet ik je dan even komen halen? Ik zeg, nee, ik loop wel terug. Stuk stront eigenwijs wijf dat je er bent dan, hè. Ik zal nog moeten lopen. Het is zo lekker weer. En wat? Ja. Maar goed, ging voor een stukje gember naar de toko. En dan kom ik met een tas vol terug. Arm Kim dragen, dus. Nou, niet uit hoor. Maar goed, we gaan weer. Pak deze op. Kijk. En dat is allemaal zwaar wat erin zit. Ik ben thuis. Ik ben geslacht. Ik heb eindelijk voor het eerst mijn bakspray voor mijn bak kunnen zetten. Het interesseert mij dat nou. Ik zit even wat te vertellen. Ik kom samen met een kutbakspray. Spray. Spray. Wauw. Oké, okay, dan niet die. Oké. Gaat de cake bakken. Nee, dan hoef je dat ook niet meer te filmen hoor. Afschuwelijk. Waar is die bak? Zoek het lekker uit. Ja, doei. Gaan we lunch maken. En dan ga ik even lunchen. En dan ga ik even naar mijn visjes kijken. Mama, ik heb de camera nodig. Oh, is dat de camera nodig? Ik moet gaan filmen. Oh. Ja. Nou, zijn maar stop dan. Doei, we gaan filmen voor Coke video. En ik ben eigenlijk een keer happy. En we gaan weer beginnen met een nieuwe video. Oh? Wat is dat? Ze geven me. Dat maakt dus ook jezelf van het blog. Ik heb tempeh chips. Dat is zo fucking lekker. Morgen even toch een blok tempeh halen. Ja? Ik kan zelf maken. Kom eruit. Wat we ook nog bij de Toko hadden gehaald.
Deze is van mama. Deze had ik uitgekozen, dat biertje. En deze was van mij. Een watermeloentje. En ik ga hem zo testen. Dat het wel lekker vindt. Het is wel zo squishy-achtig iets. Weet ik wel, wat zacht. Ik weet niet wat dit wat te eten is, mam. Hè? Ik weet niet wat dit wat te eten is. Ja. Nou. Ik neem even een... Oh, lekker. En de cake zit erin. En ik ga lunchen. What the fuck? Wat? Hallo, zeg je nog wat? Ik ben even met mijn multimedia bezig, ja? Kijk, mijn keuken is ontploft, ben aan het koken. Ik vind het nog niet echt zo ontploft hoor. En we eten vandaag... Ik dacht altijd lasagne, maar het is lasagne. In de milk. Ja, 2 stuks. Dus. Mam 2. Ja, papa Neo vreet toch ook? Nee. Ja. Oh, ik dacht dat ze iets ging halen. Nee. Wie zei dat? Ik. Nou, ik dacht het niet. De witte jin eten gehaald. Neem zo inzoomen met die bril op mijn harses. Je ziet gewoon nog je normale kop hoor. Wat is er normaal aan? Zie mijn haar. Ik heb een... Oké, ik ga het heel even verder. Ja, ik ga veel. Ik heb een bad hair day vandaag. Today is mijn bad hair day. Oh. Dan doen we gewoon het clipje omhoog en dan kan ik weer het clipje kijken. Nou, mama, heb je cake gezien? Waar is die? Ja, weggegooid. Hij is wel een beetje donker, maar hij is niet zo hard. Maar is ik... Kijk, dit is mijn zelfgemaakte cake. Ja, maar hij is niet zo droog als shit. Dit gaat er wel af dadelijk, toch? Ja, dat kan je eraf schaven. Dit is mijn mooie taart. Of cake. Oh, cake. Mijn cake. Het is wel handig om een klepje erbovenop te hebben. Kijk, dat is zo afhalen. Mama gaat schapen. Nou, mama gaat verder met eten. Ik ga even chillen, want ik heb net de hele tijd mijn kamer zitten opruimen. Gelukkig? Ja. Oké, hebben we ook stofzuiger? Doei. 1 lasagne in de oven. En de andere staat in de wachtrij, want die is voor Ron en Neo. En smullen maar. Koffie met een lekker vers stukje cake. Hij smaakt echt lekker. Dan zijn we live. Vlog. Insta-vlogging. Ja, gaan we zelf maken, Leroy. Ach, daar vroeg ik toch niet om. En misschien wel vloggen ook. Dat is helemaal leuk. Samen, Leroy en Race op de vlog. Yay! Als je zit live op Instagram. Ik zie je in je vaas. En die gaan we nagels lakken. Ik had op Instagram gevraagd welke kleur willen jullie. Oh, oké. Okay, ja. Nou, en ze gaan voor de lichte. Dus dat gaan we even doen. Het is trouwens een lakje van Catrice. De Luxe Nude Satin Shine. Nummertje 10 Lily van Piccadilly. Aanrader. En ze zijn gelakt. Ik heb 2 laagjes gedaan. Nice. Maar ja, hoe lang blijft het er weer op zitten? Zo. En het is ondertussen 7:30. Ras zit nog live op Instagram. En mijn droppot leeg te vreten.
Nee. Zou lekker. Ik ga het vroeger afsluiten. Ik ga het nou even mijn nageltjes laten drogen. En daarna ga ik mijn gezichtje schoonmaken. En dan ga ik alle klokken nu vooruit zetten alvast. Dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. En dan ga ik lekker mijn bedje in, denk ik. Oh nee, kut, moet ik droog gewoon leeghalen. Nou, dan gaan we droog even leeghalen en dan naar bed. Dus heel bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie morgen weer. Doei!